Hoe voelt dat, dat er toch mensen met komen? Heerlijk ontspannen. En ik vind het geweldig dat er zoveel volk komt. Want je ziet dan dat nou voor de eerste keer. Ja. En als er dan niks komt, dan is dat overweldigend voor de organisator. Ja. Dus ik vind het super. Maar ik neem ook aan dat je blij bent dat het toeterrit toch een deurgang kan maken. Moest wel op rekenen. Ik vind het grandioos, echt hoor. Ik vind het schitterend. En je rijdt zelf ook met? Ik rijd nou zelf ook met. Lekker ontspannen, nergens zeuken over. Ik loop me verrast. Oké, nou, ik wens je een prettige rit straks. Hartstikke mooi, bedankt. Volgens mij vind je het mooi, de motoren, al niet? Ja, ik vind het wel cool. Ja, cool. Ja. En heb je ook verstand van motoren? Klein beetje. Klein beetje? Ja. Goh, wat vind je zo leuk aan deze motor? Aan deze motor, ik vind het heel grappig dat je uitlaat zo helemaal dat overal onderdoor gaat. Toch wel? Ja. Nog even, dan ben je motor kwijt. Ja, dat is mijn buurjongetje, dus je weet me nooit, hè? Nee, dus ik kon nooit met interesse. Ja, oké. Okay. Ja, bedankt. Ja. Dames en heren, hele goede morgen hier bij Café de Toeter. Dames en heren, we hebben vandaag 73 deelnemers. Dat is toch geweldig, of niet? Dat dacht ik ook. Nou, we hadden net al bedacht, als het vandaag geregend had, hadden we het gewoon in de Parkstadhal gedaan, die toeterrit. Maar gelukkig is het heel mooi weer en ik heb net even gekeken bij het KNMI. En het blijft mooi weer vandaag, want er zit een heel klein buitje aan te komen, maar dat is pas aan het eind van de middag. Daar zullen jullie vast geen last van hebben. Het is een hele bijzondere editie. Vorig jaar hadden we al een bijzondere editie, dat was de 25e keer. Maar deze keer is misschien nog wel belangrijker, want het is niet alleen de 26e keer, maar ook de eerste keer dat de organisatie is in handen van de stichting Bokdijk. En ik moet daar even een paar mensen voor noemen en misschien wel bedanken. En dat zijn uiteraard Sina Koning en Bijka die het initiatief hier hebben genomen om het dit jaar te gaan organiseren. En dat doen ze niet alleen, want dan heb ik ook Daan van de Week als verkeersbegeleider. Gerard Martens die de route heeft uitgezet. Henk Koning, waar is die gebleven? Bij het geluid die de nodige ondersteuning verleent. En uiteraard ook Jannie Tuin van Café de Toeter, van wie jullie allemaal zo'n prachtig glas hebben gekregen. Net als alle andere 15 sponsoren die deze rit weer mogelijk maken. Ik dacht trouwens dat de leeftijd 40 jaar bedoeld was voor de rijders, maar het schijnt dat de motor minimaal 40 jaar oud moet zijn. Dus ik mag nog niet meedoen, ik moet even wachten. Goed, nog een verzoek trouwens van de mensen die voorop rijden om bij het rijden niet te veel gaten te laten vallen. Sluit een beetje aan op elkaar, dat het een beetje een compact geheel blijft, maar niet te dicht op elkaar, want de veiligheid staat uiteraard voorop. Goed, ik wil even vragen of misschien Lenis en Alida Otjes even naar voren kunnen komen. Lenis, mag ik even aan je vragen? Jullie hebben het 25 jaar gedaan. Ja. Je rijdt zelf mee. Ja, doe ik. Hoe voelt het nou om deze eerste keer niet meer in de organisatie te zitten? Is het een opluchting of zeg je van ik ben heel erg blij en opgelucht dat er in ieder geval weer de 26e keer is? Ja, ik ben super trots dat die beide dames in een naantje hulpjes de boel weer op poten hebben gezet. En voor mij is het ontzettend ontspannen. Ik doe niks anders dan genieten. Dat zag ik net al. Ja. 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 En dat moet ook voor je vrouw gelden, denk ik, Alida. Ja. Ja, ook 25 jaar mee georganiseerd. Ja. Ja. En nu, ga je mee of niet? Nee, ik ga niet mee. Ik ga voor het eerst naar de rommelmarkt. Ze gaat naar de rommelmarkt. Na 25 jaar toeterrit gaat ze naar de rommelmarkt. Oké, okay, ja. Nou. Ik laat nou een kleinzoon over. Die gaat achterop. De kleinzoon? Ja. Ah ja, die ken ik toevallig. Die woont met mij op het dorp, inderdaad. Goed mensen, ik mag jullie dan zo langzamerhand verzoeken om de motoren te starten. Want we gaan jullie wegtoeteren. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag en een prachtige toeterrit door ons prachtige Groningenland. Geniet ervan en tot vanmiddag. Op trapje.
wel wat. Kijk. Ik heb de naam door ook wel. Kijk door. Dat is de benzine. Dat is de benzine tank. En de god benzine. En dit, dat is een fortuut. Een wat? Een fortuut. Een fortuut? Vertel. Nou ja. Dat is wel, hè? Een dop. Nou, zo zijn we live getuigen hier in Veendam van de toeterrit die dit jaar in de handen is van Bokdijk. Natuurlijk wel samen met Lenus en Alida geregeld. 94 motoren van voor 78 die meedoen aan deze tocht. En je hoort het wel, het is een gigantisch mooie geluid op de achtergrond. De meeste uiteenlopende modellen en merken. De oude Nimbus. En als je denkt dit is het, dan komt er nog veel meer. En mensen zijn hier mooi in afwachting, gezellig op het plein bij voor de toeter. Met een hapje en een drankje om de mensen te verwelkomen. En zoals je hoort, een Norton, een BSA, een Honda. Alle merken zijn vertegenwoordigd, BMW natuurlijk. En allemaal even zoeken om een plekje te vinden hier op het plein. En de begeleidingswagen die ook zorgt voor de onderdelen en eventuele reparaties onderweg. De oude Triumph, de 3TR6. En zo zie je een hele club mensen en de begeleiding die natuurlijk ook belangrijk is. Om alles in goede banen te begeleiden, maar het moet natuurlijk wel veilig blijven. Dus van tevoren wordt er ook allemaal
opgenomen wie waar rijdt met welk merk en wat er allemaal eventueel nodig is. De motoren worden natuurlijk allemaal door de mensen vaak zelf onderhouden. Het is echt een hobby. En hier zien we de Snorremansen achter elkaar voor binnenkomen. En we lopen even naar de cameraman, want de cameraman die is vergezeld van een oude bekende. Nou, wat is met je te doen? Heel mooi, een hele mooie route. Heb je voorop gereden? Ik heb voorop gereden. Ik heb het uitgezet. Ja. Dus, zat hij nog in je hoofd? Nou, ik ben daar met tegenwoordig navigatie voor. Oh, dus je hebt een beetje hulp? Ik heb een beetje hulp en gespiekt. Ja. Hij rijdt niet helemaal voorop. Voor mij rijden ook nog mensen. En die geeft een bepaalde route, die houdt verkeerd tegen. Zijn de mensen hier met die gele hesjes, dat zijn eigenlijk de mensen die de veiligheid in acht houden? Ja, dat zijn de verkeersbegeleiders, zeg maar. Ja. Die zetten alle wegen af. Ja. Dus, en jullie hebben van tevoren de route nog gereden. Wanneer heb je hem zeg maar nog verkend? Zondag heb ik de route nog alleen gereden. En de hoofd van de begeleiding, die heeft hem gisteren nog gereden. Oké, okay, en ben je nog gekke dingen tegengekomen? Wat je zegt van ik moet omrijden of er is wat opgebroken? Nee, het ging allemaal heel goed. We hebben helemaal geen tegenslagen gehad. En het weer was mooi. Wat wil je nog meer? Ja, wat dat betreft dan is het gewoon een prachtige dag. Dat wordt niet te warm ook. Onderweg, hoe gaat dat? Zie je mensen zitten, zwaaien of hoe gaat het eigenlijk? Nee, onderling hebben wij gewoon allemaal een communicatie. Okay. Dus mocht er wat gebeuren, dan kan de achterste, die gaan de voorste waarschuwen van dat er wat aan de hand is. En dan het publiek, merk je dat op bepaalde plekken mensen weten dat jullie langskomen? Dat is niet echt zo. Het viel ons wel tegen dat er niet meer mensen langs de weg stonden, tenminste langs de route. En misschien is dat iets voor de volgende editie om daar ook iets mee te doen, om andere mensen erbij te betrekken misschien? Ja, misschien wel. Ja. En zo wordt het steeds weer een beetje groter? Zo wordt het steeds groter. Ik begreep dat er 94 motoren meededen vandaag? Nee, 73. 73? Dan misschien met de begeleiders erbij of zo. Ik meen dat ik... Of ik heb niet goed opgelet, dat kan ook natuurlijk. Ik zie allerlei merken voorbij komen. Wat is nou de oudste van het stel? De oudste is van 1928, geloof ik. De naam, dat weet ik niet, maar het is een hele vreemde naam. Okay. Maar dan zou die persoon even een interviewvraag moeten nemen. Okay. Dus ik begrijp dat de motoren moeten van voor 1978 zijn om mee te doen, hè? Ja, eigenlijk wel. Er reed ook een bij, die was wat nieuwer nu. Ja. Maar volk jaar is het gewoon een regel, 40 jaar of ouder. Okay. De motoren dan? De motoren. Ik wil ook zeggen, anders mag ik ook meedoen, maar op de fiets erachteraan. En jullie rijden ongeveer 95 kilometer totaal? Ja, 95. De route was 95. De toeterrit die heeft eigenlijk een regel. De route mag niet langer zijn dan 100 kilometer. Okay. En waar kom je dan zoal langs? Is dat alleen Nederland of ga je de grens over? We gaan niet de grens over, maar we rijden echt een beetje door de provincie. Volk jaar gaan we misschien de andere provincie, gaan misschien Drenthe op. Maar dit jaar was het expliciet Groningen. En door kleine dorpjes en slingerweggetjes? Kleine dorpjes, slingerweggetjes. Ja. Bij het Schildmeer, dat was de eerste stop. De tweede stop was op de pier en bij Boogsweer. En de derde stop was bij de Blauwe Stad. En nu zit de rit erop, iedereen is hier. Wat is nu het eerste wat we gaan doen? Een drankje drinken. Een drankje drinken? Ja. En je hoeft niet meer rijden straks? Ik moet de motor ervan naar huis brengen, maar ik ga nu eerst aan de vis. Ja, dat lijkt me verstandig. Dankjewel voor dit interview. Oké, okay, graag gedaan. Nou, de toeterrit 2018. Een mooi fenomeen. Je ziet het ook, iedereen die hier bij de toeter natuurlijk aanwezig is om iedereen weer op te vangen. Allemaal mensen die zelf ook motorrijden, die iets met motoren hebben. Georganiseerd dit jaar door Bokdijk, onder andere Sina, Gerard natuurlijk. En niet te vergeten, waar is ze? Zien we haar nog ergens? Bijka. Bijka is natuurlijk alweer druk om te horen hoe alles gegaan is. We lopen zo nog even een rondje bij de motoren langs, dus graag tot straks. Hier hebben we de deelnemer met de oudste motorfiets van deze toeterrit. Wat is uw naam?
Ik ben Harm Smit uit Zuidbroek. Harm Smit uit Zuidbroek. Dus u hebt meegereden op een motorfiets die dit jaar 100 jaar oud is? Ja, dat klopt. Ik ben de laatste nog zelfs mee in Ypres geweest in België. Dan doen we zelfs een beetje de Eerste Wereldoorlog na. Vandaar deze kleding ook een beetje. Ja. Ik vind het inderdaad een mooi kostuum wat u aan heeft. Echt tijdsgebonden ook. Ja, zeker. Het is een replica Amerikaans officier 1917. Nou, normaal gesproken heb ik ook de broek en de poeties erbij, maar ja, dit was de eerste keer dat ik de toeter weer rijd. Dus ik denk, ik moet eens maar even de kadde de boom kijken, dus ik zal het niet te gek maken. Kijk eens aan, en hoe is de rit bevallen? Ja, prachtig. Nog wel een paar puntjes dat ik dacht, het had nog mooier gekund, maar goed, Allah. Dus, nee, maar verder was het uitstekend. Wat koud in de polder, maar ging goed. En doet u volgend jaar ook weer mee? Dat denk ik wel, ja. Ja. Nou, we staan hier met Lenus. Ja. Ik zie een dikke glimlach op je gezicht. Ja, voor mij was het leuk. Ja, het was hartstikke leuk. Ja. Je hebt nou zelf meegereden, hè? Ja. Heel lekker ontspannen. Ja. Ja. Nu heb ik nergens op denken dat ze hard of te lang zomer werd en ook niet geweldig. Dus een mooie rit, goed weer. Mooi weer, vooral mooi weer. Ja. We hebben de laatste 2 uur even hoog slecht weer uit. En het werd nou grandioos. Ja. Ben ik hartstikke blij om. Ja. Maar de nieuwe organisatie die moet toch een hoop leden hebben, ja. Deelnemers hebben. Ja. En dat is op deze manier is dat gelukt. En anders ga je te gauw in de vergetelheid. Hè? Ja. Zeg je, oh, het rit, ja, dat bestaat niet meer. Hè? Ja, maar altijd voor mensen weten niet het hè? Ja. Ja. Jawel, maar dat, het moet ook bij de deelnemers moet het ook bekend weten. Hè? Ja. Ja. Kijk, omdat we verleden jaar stap ben en in de eerste instantie geen afvolgers waren. Ja. Dus ik, nou, dan ben de mensen, vooral als ze wat verder weg wonen, van. Oh, het zoet er is. Dat ging over, ja. Ja. En nu is het mooi weer, dus mensen komen erop af. Ik kreeg direct bekendheid, ik ben er hartstikke blij mee. Ja, vaart ze op de deelnemers, begreep ik. Ja. Maar eerst dat vaart niet te horen, maar er zal ook wel wat begeleiding bij wezen en zo. Waar. En we hebben natuurlijk daar de orkest die stond, dus dat valt er niet meer om als goud te verstaan. Ja. Worden stap meerderheden? Opnieuw niet, van 1940. Dus dat ook doelstap, nee? Nee. Nee, dat was nog net liever 1918. Oké. Okay. En er was nog een magnaar de boer van 1928. Okay, dus dat voor mij was nog een jonkie. Ja, dat is een broekje. Maar ja. Nog wat voor moment nou. Ja. Ik zag ook net de volgauto erin. Er zit een onderdeel in, begreep ik. En zo en ook mogelijkheden als er wat kapot gaat, hè? Ja, er zit een beetje benzine in. En boutjes en moertjes en zo wat. Ja, ja. Nee, bougie enzovoort, ja. Nog grote reparaties of zo. Nee, gewoon specifieke onderdeel. Nee. Nee, even een keer ook nooit. Hè. Ik wil zeggen, moest mensen vlot weer aan de hangen, ja, maar anders ben die groep dat gaat zo snel dat ze weg zijn. Dus ik had nog wel een ander die ik tegenkwam onderweg, maar ik zal in mijn interviewtje daar niks. Hij zei de toeter, hè? Hij zei, maar kun je ze allemaal niet toeten? waarom is de toeter, hè? Nou, we hebben een toeter, hè, omdat we dus in het begin ook met de olemotoren, die magnaar de Bon en die Harley ook, die hebben dus zo'n baltoeter, hè? Ja, ja. Dus nou, je houdt één café dat zult er natuurlijk ook nooit even heten, hè? Nee. Dus ging je nou om die toeter of om deze toeter? Wat bedoel? Zou de toeter boven naar beurs doen of ging het echt om de toeter van de... Nee, dat is voor een boord. Oké. Dat is voor een boord. Is die idee ook zo ontstaan op Duimenhaaien? Ja. We zijn in 1930, daar ben ik door mee begonnen. Ja. Alida en ik in Nagelstijl. En de jongen was gauw op de ogen met de kroeg heeft weer in van ja. En we hebben nog bestaat met de toeter. Ja. Heb jij nog met de toeter ook wel belangrijk. Ja. Dus nou is met alle club nog even Noor zit, even een beetje Noorwapen. Ja, Noorbroek, ja. En dan mogen we er weer joren wachten. Ja. Kunnen nou van die mensen die hier aan meer dan onderling die ook nog zeg maar tussendeur nog met mijn koren kwart vol? Ja, over. Ja. Over, ja. En ik zag ook, ik zag Bart Diekema bijvoorbeeld, hè, want dat Bart die ook met de club hier heeft mee en zo ben er van allerlei verschillende clubjes ben er in je biem voor, hè? Er binnen gewoon solo-ridders en er binnen overal clubleden van diverse clubs en zo die dan allemaal met jou. Ja, het beeld bij de burgerbevolking, zeg maar, altijd, dat is een motorclub, dat is altijd een beetje stoer en een beetje, is dat eigenlijk wel zo? Door Ben Wie, de oorlogorganisatie, wel dat je heel slim maar verdacht is, ja. Dat mensen zo vooral netjes gedroogd ja. Als ik zo aan mijn touw kijk, dan valt dat van mij allemaal dik meer. Allemaal dik meer, ja. En ik wil zeggen, ooit een keer bij de 10 is licht, maar 10 ooit houden. Hè? Ja. Dus zeg ik, dat motorrijders altijd wel een beetje een slimme kleur kan hebben.
Ja. Ze zeggen, joh, je mag nog netjes gedroogd. Ja, zoals ik de mooiste zei. Dat is sloog. We hebben de 25 jaar lang gehouden hoor, en dit ging ook super. Ja, de mooiste die ik allemaal aankijk, dat ze voor mij allemaal behouden. Ben er nog dingen die afval, ben die anders waren dan anders? Ik kan eigenlijk laat maar zeggen, dikke pluim voor de organisatie. Ja. En ja, er is, maar ze gaat ook een keer naar reed te hard en dan reed we te lang zo. Dat gebeurt altijd. Er zijn altijd mensen die liggen bij elk slekje zo. Ja, dat is nou een keer, er zit een beetje in mis, dat geeft ook niks. Maar geen geweldig. Ik kan me wel herinneren dat zachte mokraar is en een beslist en dan is dat het idee dat ze gas bij heen moest, hè? Het werkt een beetje als een stuk elastiek, hè? Ja. Dus zoveel verder is het echt een ringhuis, dus zoveel meer gas moest geven. Ja. Ja. Door een ruimte ook al die lichte motor naar die voor in, zespan voor in, en de snelle motor naar die rechter in. Hoeveel jaar gaan we nog verder? Wat mij betreft, maak ze nog jaren door. Nou, voor mij is het natuurlijk wel een evenement op poten hier zo, hè? Ja, het is een prachtig evenement, zeker op zo'n dag als vandaag natuurlijk, met mooi weer, Koninginnedag, het is allemaal geweldig. Ja. Daar gaan we gewoon voor, denk ik. Ja, vind ik ook. Ja. Mijn zegen hebben ze. Nou, dus met Bijka en met Sina en met Gerard aan de organisatie en in overleg met jullie natuurlijk, met die en met de Alida. Ja, die hebben ze ook gang hoor. Met de team van Poormoon hebben ze wel gehouden. En dus jullie zijn er precies alleen wel een beetje bij betrokken natuurlijk. Ja. Al is het al in haar en Eden. Ja. Ja. Nou, bedankt voor het gesprek. Graag, en succes voor de volgende jaar. Ja. Oké. Nou, dit was even live vanaf de toeterrit in Veendam 2018. Zoals te zien, een gezellige nazit. Iedereen is nog even een drankje aan het doen hier. Nog even kletsen, even de motoren bekijken. Bedankt voor uw aandacht. Graag tot de volgende.